Hey, dat was fijne mensen. Het was me weer een dagje. Ik zit op de kaai. Kijk even. Open sintje en zo. Ik heb geen zin om de aard van naartoe te gaan. Voor Leo te sponsoren. Je kunt er met cash geld betalen, want Leo krijgt ook subsidie. Dus goed geregeld, maar ik heb bier mee. Wat een dag weer. Vanmorgen. Ik wil naar de woningbouw gaan met een spandoek en zo. Maar wat gebeurt met nieuwe miners van anderhalve meter? Kijk. Kapot. Nee, wat staat er nou? Maar ik moest je oude meenemen. Dus ik moest eerst naar zo'n man en dan maar op en zo. Maar ik had mijn zus gebeld. Voor even te zeggen hoeveel respect voor dat ik voor haar heb. Dat ze met moeders. Ja, met die rolstoel naar huis gaat en zo, weet je, want ik heb het zelf van de week geduwd en zo, het is heavy. En aangezien dat ik gisteren een leuke vlog over Diana maakte, omdat ze reageerde, liar. Maar ik wist niet wat er aan de hand was. Ik heb vanmorgen bijna op de Facebook gekregen en dan zag ik dat ze weer met een of andere crackjunk en een ratje zwijg. Ja, het zei er genoeg als je zo'n nickname hebt. Zag ik dat ze een relatie mee had. En dan zag ik dat in 2020 die twee jongsten van die Turk weg zijn in België. Net zoals met Brian toen mijn tante hem heeft weggehaald. Want mijn familie flipte van me toen ik een jaar of vier jaar. Ik ben me niet vast met tijd, ik denk een jaar of vier. Had ik weer contact met Diana, ze was ook hier en zo. En mijn tante en mijn zoon flippen, Brian en zo. Hoe kun je met die oude contacten hebben, noem maar op. Maar ja, ik heb een verleden met haar. En toen zag ik laai die reactie. Ik zei, hé, mijn favoriet. En ik praatte nog goed gisteren met haar. Zei ik, mijn zus, luister, heb je nog contact? Nee, ik zei, ik heb geen contact meer met Diana. Lang niet meer. Ja, zegt ze, die heeft een vlog van jou op Facebook gezet. En dan staat bij, en je blijft met de poten met me zo. En ik begreep het niet. En gaande gesprek viel het kwartje. En dat blijkt wel duidelijk aan. Ja, Diana is alles narcistisch. Diana. Zij is altijd het middelpunt. En hij is een vlog voor mij, want geen enkele ex van mij kan zo dom zijn om niet te begrijpen dat als ik het over zo'n man heb hier, die een van mijn jongens, dat ik het niet over Brian heb. Maar zij heeft net zo gedaan alsof ik het over Brian had. Zij is blij met mijn kind. Dat ik helemaal geen katang meer had. Ik moet zeggen, ik heb het twee jaar geleden. Heb ik er om een zaterdagavond of zo. Heb ik er een bericht gestuurd. Ik zeg, hey, hoe is het? Ja, wat heb ik daar aan te danken? Dat jij contact met me neemt. Heb ik dag daarna heb ik een bericht gestuurd. Ik zeg, sorry, ik was dronken. Was ook echt zo. Want, ja, ik heb een hele verleden met haar. Maar ze, ik ben het niet eens met haar levenswijze. In verband met die drie meisjes nog naar buiten. En je ziet het, we wisten het allemaal. En dan zie ik twee jaar, 2020, die twee jongens, al zo'n verlies. Ze zitten waarschijnlijk bij die Turk in België, want ze schrijven, ja, ik kom terug naar Nederland en blablabla. Het is precies hoe mijn Brian is gegaan. Mijn tante heeft hem er weggehaald in België toen hij 16 was. En dat wijf snijft voor 60 euro kookweg per dag. En dan reageren die andere beetje ex-vriendinnen van mij, want een busje komt zo gaan lopen en Annemieke Meurs, die door Eddie Geurs, mijn grootste vijand, Boobie, die ons geschoten heeft in ons broek. Waardoor ze in Aken, als een hoer te werk is gesteld, die reageren dan. En leeft hij nog en zo, weet je. Puur omdat ze jaloers zijn. Want, ik blijf het zeggen, ik zeg het ook tegen mijn zus en zo. Het feit dat ik een contactverbod kreeg met die vier agenten in Kerkrade, was het beste. Ga weg, kutbeest. Was het beste wat mij ooit. Ga weg, kutbeest. Het beste wat mij ooit is overkomen. Ik had het jaren eerder moeten weten. Als ik mijn 16 had geweten, wat ik nou weet, ga weg, kutbeest. God, what the fuck op, kutbeest. Dan was ik hier komen studeren en dan was ik nooit weggegaan. En ja, de hele dag is van naar de kloot en. En dan krijg ik heb het e-mailadres van Joost niet meer, een app niet meer, ik kan hem niet bereiken. En een hele hoop shit en ik wil mensen bellen en noem maar op, maar ik kom er niet toe. En het mooiste is, ik kwam in Kronenburg Park, toen straks onderaan, ik was van de week ook.
En ik kom Anton tegen. Oh, we kennen 2 meter hoog en andere mensen. En zij hadden de kennis, zij wisten waar ik het niet van verwachtte. Zij wisten wat over ging. Die regenboogvlaggen hier, wat hier allemaal hangen. Waar mijn zoneman van de week omheen rende met flikkerdag, flikkerdag. Maar het is niet om flikkerdag. Het gaat om alibi. Het gaat met kinderen neuken, met dieren neuken. En daar gaan die vlaggen om. Ze zijn helemaal gek. En ik ben aan het denken, zou ik naar Leo gaan achter, weet je, kijk. Het is wel gezellig, ik was er een paar jaar geleden, ik weet het niet meer, rond 4 jaar geleden, een vriend van me, een kroeg in mijn kerkraad en een tato show en zo. Die was hier, woonde ik op een kasteel. Was hier 2 dagen en zaterdag. Zeg je, oh, rond, zegt hij, hiervoor ga ik 1 keer per maand naar Ibiza, vlieg ik 1 keer per maand naar Ibiza. Zeg maar, een uurtje rijden wij hier. Maar ik heb er nog geen zin, ik ben moe. Ik zie de politie en de boas rijden wel rond en zo. Maar wat een dag weer, het zijn die gekke kerkraden. En ik weet, het is jaloezie van oude Koempelstad, de zuidoostelijke mijnstreek. Toen de mijnen dicht gingen, door Den Haag, die vervuile hoofders. Waar die mensen van de OVS, de ondergrondse vakscholen, dat was nog dan. Die kon alleen in de mijnen, ondergrondse werk en 65 kroegen in 1 straat. Dus er was armoede en Maastricht en zo is opgebouwd door de mijnen, kerkraden en heel en zo. Maar die zaten allemaal in de kroeg en laag geletterd. En ik ging er in het begin nog 1 keer per maand en wingen naartoe en dan met kerst en nieuwjaar, een hele week. Maar hoe meer, hoe langer, ik denk wat doe ik hier, wat kom ik hier doen, weet je, dus allemaal zijn ze stil blijven staan. En dat is een feit. En Ronnie blijft nog even zitten hier. En we kijken. Kijk, de Waalbrug, heb ik gemist. En die lekkere wijven. Dat heb ik wel. Ik zei toen straks, dat was die babysitter van Robbie was daar weer. Oh ja, kan ik toch. Ik ben weg geweest. Ik ben niet weg geweest. Ik probeer alles aan te doen om weer vast te zitten, want ik mis die rust. Ja, kijk, waar is dat? Die twee, ja. Miami Vice. Oh, wat zeg ik? Waar we zo. Maar in ieder geval probeer ik nog netjes te doen met die Diana. En hij, weet je wat? Ja, ik heb toch een heel groot deel van mijn leven met haar doorgebracht. Het zijn ze, Satudara. De maat met 200 man zonder rijbewijs. Het zijn toch geen MC's waardig? Dat zijn lachertjes, het zijn jokes. Maar ja, in ieder geval, daar in mijn huis, slapen en we zien we morgen weer eens. Want er gebeurt elke dag wel iets. Dan maak je een planning en dan, maar wat ik doe straks met Anton en zo. Daar had ik helemaal niet van verwacht dat die mensen de kennis hadden. Maar zo zien we weer. Oh jezus, wat heb ik dat materiaal gemist. Ik denk, ik was blij dat ik vast had, maar als je dan hier dat materiaal ziet lopen. Met die mooie rondingen. Ja, dan denk ik, ik heb toch wat gemist. Ja. Maar in ieder geval. Ik ga niet stoppen, zeker niet, nooit niet. Wij gaan winnen. Nou, dan kijk nog even naar de kaai. Naar de open sientje en we liggen en zo. Denk dat ik toch even ga dadelijk. Ik weet ook niet, ik ben moe en zo, ik weet het niet. Ik ben mezelf lastig. Oh, wat een leven, hè. Wat een leven. Ik had voor geen goud willen missen. Al dus Hugo Mengele. De pimpooier. En ze gaan kruipen als slangen, 100%. Die straf gaat zwaar worden. Ze komen er niet meer weg. Nooit. Nooit. Never. Jullie gaan boeten, tuig.